Wildlands, het nieuwe dierenpark in Emmen, krijgt steeds meer vorm. Als je naar de entree kijkt, die bevindt zich daar bij dat grote gebouw. Als we dan doordraaien naar links, zie je dit gebied hier. Dit wordt een overdekte kas, 3,5 voetbalveld groot, waar onder andere de olifanten gaan leven. Als we doordraaien, dan staan we hier midden in het leeuwenverblijf van de savanne. En kijken we richting de grote savanne, waar alle savannedieren gaan leven. Nog verder doordraaiend richting de parkeerplaats. Daar bevinden zich de pelsrobben en in het grote groene gebied wordt een heel groot ijsberenverblijf. De savanne voor onder andere de giraffen en de neushoorns wordt 3 keer zo groot en is omgeven door een rotswand. We hebben een hele club met Spanjaarden en Portugezen die niks anders doen dan rotsen bouwen voor parken. Die gaan rondom heel de savanne gaan ze een rotswand maken. Waar wij dus zo meteen als bezoeker bovenlangs lopen en dan in het gebied naar beneden kijken waar alle savannedieren lopen. De bouw van het park ligt op schema en ook de kosten lopen volgens directeur Van Beers in de pas. We hebben een systeem dat we gewoon nooit over budget gaan. En we zitten gelukkig al met alles op definitief ontwerp. Dat betekent dat het risicoprofiel overgedragen is aan de aannemer. Ja, en nu is het aan onszelf om gewoon te zorgen dat wij niet met allerlei wensenlijstjes komen, maar gewoon strak hanteren wat we wilden bouwen. En dan zitten we heel mooi en netjes, dus het gaat helemaal goed. Paradepaardje van het nieuwe park wordt de grote kas. De grootste kas van Europa gaat dit worden. We gaan nog met een heleboel zaken gaan we 4 meter naar beneden, dat je echt de diepte in gaat. Komt een grote boot, jungle toch komt erin, grote klim- en klauterparcours. Maar ook de olifanten komen hier gewoon naar binnen toe. En zometeen komt hier nog een aantal spanten overheen, zodat je echt tot 20 meter hoogte kunt kijken. Dus dit wordt een uniek bolwerk. Het park wordt rond oktober 2015 opgeleverd. De eerste dieren verhuizen begin januari 2016 naar hun nieuwe thuis.